Goeiedag, ik ben Hans van Fiets voor Ordershop. Ik laat je zien hoe je makkelijk handvatten kunt vervangen. Handvatten zijn belangrijk voor een fijn en comfortabel gevoel. Ze kunnen versleten zijn, ze kunnen gaan plakken en dat is niet zo fijn voor het comfort. Dus vervang ze op tijd, dat is veilig en lekkerder om te fietsen. Er zijn twee soorten handvatten. De ene is schroevenbaar, is eigenlijk veel makkelijker voor hem thuis te doen. De andere moet je erop persen en deze is wat strakker erop geschoven. Alleen het voordeel van een schroefbare is, iedereen kan het doen en hij is verstelbaar. En ze hebben ook nog een keertje als comfort een muisflipper aan, waardoor je de handpalm beter gesteund krijgt. Dit is de set die je gewoon kunt vervangen. Verkrijgbaar bij ons in de winkel uiteraard. Ik laat hem even zien hoe je hem kunt monteren. Inbussleutel. Je draait hem een paar keer los. En je schuift hem gewoon af. Voor het monteren, let bij de nieuwe, let goed op dat deze lengte helemaal over de stuurbuis heen past. En dat betekent ook over dit laatste stukje, want daar klemt hij op. Je schuift hem eroverheen. Je schroeft hem vast. Maar aan is aan. Vast is vast. Dan voel je even of je nog kan torderen. En dan is het klusje geklaard. Je moet opletten dat je wel de goede koopt. Je hebt namelijk een lange en een korte zijde. Zodra je een grip shifter hebt, is deze zijde, de rechterzijde, altijd korter. De linkerzijde heeft een hele lange kant. Dus zorg ervoor dat dat wel de goede is. Voel je na een bepaalde tijd dat de handvatten nog niet helemaal geschikt naar je handpalm gesteld staan, dan is het gewoon weer de inbussleutel. Je schroeft hem ietsje los. Je draait hem ietsje bij, zodat hij naar je handpalm staat en draait hem weer vast. Dit zijn de handvatten welke over de stuurbuis heen geschoven worden. Ik laat nu zien hoe je het handvat veilig eraf kunt snijden. En snij altijd van je af, dan is het altijd veilig. En hij is verwijderd. Ik heb nu heet water gepakt in een mok. Dan laat ik hem even in warmen, waardoor het rubber soepel en zich makkelijk laat verwerken om de stuurbuis heen. Het handvat staat nu 2 minuten opgewarmd. Ik ga hem nu proberen op de stuurbuis te schuiven. Omdat ze heet waren, krimpen ze weer. Daarom zitten ze straks weer goed op de stuurbuis vast. En het is gelukt. Wil je nog meer uitlegvideo's zien? Abonneer je dan op ons kanaal.